morgen. Oh, in de camera zie je het heel erg goed. Hoe is het verder met koolhydraatarm eten? En ik zag gewoon dat ik me een stuk beter voelde dan wat ik me nu voel. En ik ben nu dingen gaan toevoegen. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag 1 maart. En welkom in deze vlog. Ik denk dat ik weer veel te veel gefilmd heb. Dus ik begin hem nu al in tweeën te splitsen. Vind je deze video leuk? Geef hem zeker alvast een duimpje omhoog. We gaan dit keer weer voor de 50 likes. Die halen we met gemak natuurlijk weer. Het is heel vroeg, dus bear with me. Schilder komt zo voor de badkamer om het plafond waar schimmel doorheen kwam in te spuiten. Dus dat wordt zo meteen gedaan. Komt iemand kijken naar mijn kruipruimte, want dat wordt geïsoleerd. Het hele huis wordt gerenoveerd of zo, geloof ik. Die belde gisteren en die vroeg of die langs mocht komen. Ik zeg, nou, de kelderkast staat weer aardig vol, dus die moet ik even leeg halen. Goed, dus wordt de auto zo meteen opgehaald, want die is nog steeds niet goed. En dat wist de man ook, de verkoper, die wist dat ook. En die had dus gezegd van, hij kwam hem terugbrengen. Vorige week vrijdag kwam hij de auto terugbrengen. En toen zei hij ook van, ja, ik vind hem nog steeds niet goed. En hij is ook inderdaad niet goed, want een oranje motorlampje brandt nu ook. Dus hij is eigenlijk alleen maar slechter geworden. Dus die wordt straks opgehaald. Maar ja, moest toch thuis zijn voor schilder, voor keuring van mijn kruipruimte. Weet ik veel wat. Dus dat maakt ook niet zoveel uit. Maar ja, vervelend is het wel. Hoe is het met mijn koolhydraatarme dieet? Ja, ik had natuurlijk maandag dat ik me helemaal niet goed voelde. Ik heb me wel een beetje aan het denken gezet over dit dieet. Aan de ene kant wil ik er heel graag mee door. Wil ik weer keto-style leven, dus ook in ketose zijn. Het voelt wel goed in ketose zijn. Alleen als ik activiteiten ga doen, dan word ik echt duizelig. Ik word licht in mijn hoofd. Ik voel me naar. En dat vind ik toch een beetje een eng gevoel. Dus ik ben heel erg in dubio wat ik moet doen. Moet ik daar doorheen? Dat ik me dan uiteindelijk weer beter ga voelen. Dat mijn lichaam er dan aan gewend is. Ja, ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik denk dat ik beter koolhydraatbeperkt kan gaan leven. Of doorzetten en dan maar kijken wat er gebeurt of zo. Maar ja, het enge gevoel is echt niet heel fijn. Maar goed, ik ga eens even wakker worden. En dan nog een beetje over nadenken. Nou, het rust is weer wedergekeerd. Kruipruimte is gecheckt. 1 april, dat is geen grapje, wordt mijn kruipruimte geïsoleerd. Schijnt met een bepaald goedje te zijn, wat ze dan tegen de bodem doen en daardoor is het geïsoleerd. Duurt 2 à 3 uur, het zal vreselijk stinken. Ze raden je aan om uit huis te gaan. Nou, we gaan het beleven, anders blijf ik gewoon hier binnen natuurlijk. Het plafond van de badkamer is gedaan. Dus die is nu een anti-schimmelwereld, iets zit er nu op en hij is geverfd en zo. Dat is gebeurd. Auto is opgehaald. Die is nog steeds weg. Daar weet ik nog niks van. En dan is even update. Even update koolhydraatarm eten. Ik heb gemerkt dat als ik intensief bezig ben, dat ik naar in mijn hoofd word. Dat ik echt mijn oren klappen dicht. Mijn hoofd wordt licht. Ik heb het gevoel dat ik knock-out ga. Ik heb het geprobeerd op te lossen met blokjes kaas eten, nootjes eten. Weet je, gewoon proberen iets aan te voeren. Normaal gesproken neem je inderdaad suiker of wat dan ook. Zodat je nadenken wordt minder, zeg maar weer. Het is de tijd heel goed gegaan. Echt heel goed gegaan. Voelde hem echt super lekker. Maar ik weet niet wat het is. Ik weet ook niet goed of ik zo door moet gaan. Of dat ik gewoon goed op mijn eten moet letten. Goed op mijn calorieën. Ook op mijn koolhydraten, maar niet meer zo extreem laag. Dat ik gewoon wel brood weer ga eten. Dat ik gewoon ook wel weer eens een aardappeltje ga eten. Maar niet meer zo'n berg. Niet meer zoveel. Ik eet ook niet veel. Maar niet meer... Weet je, dat je niet 1/3 van je bord aardappelen hebt. Maar gewoon 1 aardappel of 2 of zo, weet je. En we zitten in zo'n afvalgroepje. En Ronald zit daar ook in. En daar gaat het zo goed mee. En dan denk ik, ja, hoe dan? Waarom voel jij je zo goed? En Suzanne voelt zich ook super lekker erbij. En ja, die doet het ook al een stuk langer dan dat ik het doe. Niet dat ik dit heel lang zo wil. Ik wil ook weer sporten, maar ik ben echt bang dat ik knock-out ga anders. Dus ik ga langzaamaan weer wat dingen toevoegen aan mijn eten. Uit ketose is het dan. Na die banaan was ik ook uit ketose. Dus ik hoef maar, denk ik, maar brood te eten en ik ben er al uit. Ja, het zei dan maar zo. Ik zou eigenlijk... Moet je nog veel langer doorzetten. Maar ik vind het heel lastig. Ik heb echt moeite.
Dat is een deel van mijn avondeten. Gevulde puntpaprika met gehakt uien, knoflook, kruiden. Ik heb gewoon wat erop gegooid. Mozzarella kaas zit er overheen. Dus even hetzelfde. En ik heb nog een courgette in de oven. Die is nog niet klaar. Verkeerde timing. Een courgette met die een beetje opengesneden. En daar zit ook mozzarella tussen. En er zitten tomaten tussen en zo. Dus volgens mij ben ik wel weer goed bezig. Auto is net teruggebracht. Motorblok is kapot. Is iets kapot in het motorblok. Dus die wordt vervangen volgende week. Ja. Het is zuur. Vooral voor de garageman hoor. Is het heel zuur. Want hij heeft bijna geen winst meer op die auto. Het is alleen maar gezeik. En hij wil gewoon dat het opgelost wordt. Zelf, dan kun je hem niet beter verkopen. Toen zei hij ook, ja, dan heb ik hetzelfde probleem. Is ook wel zo. En ik heb ook wel het volste vertrouwen in hem. Maar ja, hij moet nu eerst een motorblok zien te vinden. Dat is ook nog niet zo eenvoudig. Wie is het hebje? Oh, in de camera ziet het heel erg goed. Waarom heb je geel onder je ogen? Dat is... Steve! Oh no. Hij heeft er een Snapchat van gemaakt, maar... Wat is het? Dingen van het internet. Wat zijn ze, mis? Wat zijn ze? Het is een glibberige substantie. Ja. En het zou je wallen moeten wegwerken. Maar we hebben geen before gezien nu. Nee. Ze zijn nu wel weggewerkt. Je hebt een soort masker. Je lijkt een beetje op de Flash-achtig. Het is heel koud. Ik heb het al een half uur op. Hoe lang moet het op? Een half uur. Nou, ga het eraf halen dan. Nou, over 2 minuten pas. We zijn benieuwd. Zeker. Want dan heel heb ik ze ook wel een beetje nodig. Maar het kwam in een heel sketchy pakketje en het had lettertypfouten. Nou, niet lettertypfouten, ik bedoel. Gaan ze er nog wel af dan? Er zitten echt typfouten in, dus... Mijn ballen zijn weg. Goed. Je hebt normaal inderdaad zo'n donker randje om je oog. Dat is pink. Nee. We hebben echt geen before gezien, dat is gewoon echt heel naar. Nee, jij die de scheet hebben gezien. En die kun je nog eens een keer hergebruiken of die dingen? Of? Nee, ik heb er 12 van. Oh. Hier, voel maar. Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 2 maart. Prachtig weer. Michelle en ik gaan zo het centrum in. En wat gaan we eigenlijk doen? Ze had wel dingen nodig. Ik niet echt. Het kriebelt eigenlijk wel heel erg om de tuin op te ruimen. Dat is echt een bende. De jongens hebben best wel wat flesjes liggen overal en zo. Dus dat moet gewoon opgeruimd. Verder ben ik heel erg druk aan het haken geweest. Ik ben een stuk verder met mijn trui. Mystery Blanket ligt al een tijdje in de hoek natuurlijk, zoals jullie weten. En Ilona heeft me heel erg aangestoken met knuffels haken. Ja. Maar kijk, ik zal het eventjes een beetje uitvouwen. Dit is het tweede deel van de trui. Er moet nog een... Hier nog een... Even kijken hoor. Deze heeft nu 1, 2, 3, 4, 5. Die moet nog één randje lichtgrijs. En dan nog zo'n stuk donkergrijs. En dan is het voor- en achterpand. Want het achterpand, voorpand ligt daar. En dan is het alleen de mouwen nog. En dan heb ik een trui. Dat is een beetje een wintertrui. Weet je, hij kan ook nog wel in het voorjaar. En het is sowieso moet er iets onder. Een truitje onder of zo. Dan zit natuurlijk allemaal gaten in. Dus ja, maar ja, dan heb ik in ieder geval de trui af. Want het was weer zo dat projecten weer niet afkwamen. En ja, dat moet gewoon niet. Als ik iets begin, moet ik het ook afmaken. Hoe is het verder met koolhydraatarm eten? Nou, ik ben weer gestart met een Body & Fit shake. De vanille is trouwens beter te doen dan alle smaakjes, vind ik. Ik ben niet zo heel erg van de smaakjes blijkbaar. En vanille is redelijk te doen. Zit ook niet zo heel veel klont in. Wordt ook niet zo heel dik, heb ik gemerkt. Heel gek hoe de structuur verandert met de smaken. Maar... Daar ben ik mee gestart en nou, een beetje laat opgestaan, dus dat was om 10 uur. En ik heb net een half uurtje geleden een 90 seconden broodje gemaakt. Ik denk dat dit wel een leuke vervanger is om dat te gaan doen. Het weerhoudt je natuurlijk wel van de hoeveelheid groente eten die je eigenlijk gewoon moet eten. Dus ik moet tussendoor nog maar eventjes een salade eten of wat dan ook. Maar voor mijn gevoel, ik moest het even uittesten. En ja, het smaakt natuurlijk... Altijd een klein beetje anders dan brood. Maar als je afbakbroodjes hebt, dan smaken ze toch ook altijd anders dan gewoon bruin brood. Tenminste, dat vind ik wel. En dit was wel meer zo van... Ja, een beetje een vergevorderd broodje papauw.
Er zat niks in natuurlijk, maar zo zag het er een beetje uit. Dus je zou er ook nog, als je gehakt rul kookt of rul bakt, zou je dat nog in het deeg kunnen doen of zo. En dan heb je een broodje wapauw. Ja, daar moest ik aan denken toen ik het stond te maken. Ik heb er kaas op gedaan, ik heb er komkommetjes bij gedaan. Dus nou, dat was mijn lunch en het is echt vullend. En je maakt het met een ei, 30 gram amandelmeel. Je vet je bakje in, zo'n kommetje, bam, vet je in met kokosolie. Wat ging er nog meer in? Snufje zout, de halve theelepel bakpoeder. Je klutst het allemaal door elkaar, je gooit het 90 seconden in de magnetron en je hebt een broodje. Wat? Ja, dan heb je een broodje. Tineke die van het kanaal Tineke Talsma, ik zal het kanaal hierboven even linken, die had het in de groep gegooid. Zo'n groep waarin we allemaal recepten met elkaar delen en elkaar een beetje helpen met afvallen en zo. En ik dacht, Eureka, dat is toch super snel. Dan hoef je niet een heel brood helemaal niet moeilijk te doen en zo. Dankjewel, Tineke. Het is alweer tijd voor avondeten. Ik had geen zin in te koken. Maar geen patat geworden. Nee. Het is een gevulde omelet geworden. Kijk. Hij is een beetje mislukt. Hij ziet er niet heel erg Instagram-waardig uit. Dit is een gevulde omelet met spinazie, ui, spekjes. Zit er meer in? Geraspte kaas en champignons. Ja, eet smakelijk, Janneke. En mayo voor de vetten. En gisteren de vlog vergeten af te sluiten. Naar Wie is de Mol? Dat is een soort van finale was dat natuurlijk. Ben ik eigenlijk door naar mijn bed gegaan en gaan slapen. Want ik had de hele dag hoofdpijn. Ik heb nog hoofdpijn. Dus ik heb denk ik weer iets met eten gedaan wat niet in het dieet past, waardoor ik weer hoofdpijn heb en ik voel me ook weer minder lekker. Dus ik moet weer even gewoon terug naar de basis, denk ik. Ik voelde me toen zo goed, want ik zat de video's te editen van de tweede of de derde week. En ik zag gewoon dat ik me een stuk beter voelde dan ik me nu voel. En ik ben nu dingen gaan toevoegen om wat hoger in koolhydraten te komen. Maar ja, het snacken wordt dan ook meer. Ik heb ook een chocolade-eitje gegeten. Ja, en dan kan je zeggen van, dat is raar dat je dat dan niet kan doen. Want in elk ieder dieet mag je dan wel eens een keertje tussendoor wat doen. Maar als je echt van het suiker af wil en je wil echt puurder gaan eten, zodat je ook van je klachten afkomt, van je lichamelijke klachten, dan moet je dat niet doen. Maar die verleiding is dan zo ontzettend groot, dat dan pak je hem en je denkt niet na over de gevolgen. Want voorheen wist je niet waar je op reageerde, toch? Je wist niet dat het van een chocolade eitje kwam of van een patatje of van dit. Want je voelde je eigenlijk altijd wel zo. Dus wat maakte dan uit wat je at? Nu merk je heel groot verschil van als je clean eet. Als je dus laag in koolhydraten eet. En dat is niet zozeer clean eten, maar wel beperkt. Weet je, je kan niet alles meer eten. Maar je beperkt je eigenlijk in de voedingsstoffen die je eet. Dus alle slechte dingen zijn er sowieso al uit. Dan voel je je wel beter. Tenminste, ik voelde me wel beter. Ik begon me eng in mijn hoofd te voelen. Maar dat heeft meer te maken misschien met dat ik niet de juiste producten heb toegevoegd. Dus ja, vanaf volgende week, vandaag gaat het gewoon weer veranderen. Ga ik gewoon weer goed eten. Met wat aanpassingen, dat ook stukken fruit zeg maar worden toegevoegd. En ja, mijn jipbrood bijvoorbeeld is ook gewoon helemaal prima, maar ja, ik moet geen koolhydraatarm brood bij de Albert Heijn bijvoorbeeld gaan halen. Of het werkt gewoon allemaal niet. Ja. Nou, dat was even mijn relaas. Want ik voelde me gewoon echt niet lekker. En dankjewel voor het kijken weer naar deze weekvlog. Vond je wel leuk? Geef hem zeker een duimpje omhoog. Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe weekvlog. En in een gastoudervlog of in een ander soort video. Doei doei!